Iemand vroeg me laatst of kunst ook zakelijk aftrekbaar is. Of zakelijk verrekend kan worden. Ja, dat kan. Je kunt kunst zakelijk aanschaffen. Ik zal het proberen uit te leggen. Ik ben natuurlijk geen fiscalist of accountant. Maar ik doe een poging. Mijn naam is Astrid Moors. Ik ben van de visuele orde. En als beeldend kunstenaar ben ik ook ondernemer zoals de overheid het graag ziet. Vandaar dat ik deze vraag even heb uitgezocht voor je. En waarom je zakelijk kunst zou moeten kopen is een andere vraag. Die zal ik in een volgende video proberen te beantwoorden. Dus, als je met je bedrijf zakelijk kunst koopt, is de BTW aftrekbaar sowieso en kun je het in je winstverliesrekening opnemen. Als uitgave voor de zaak, net als dat je een mooie lamp bij je bureau hebt staan. Uiteraard moet je wel kunnen uitleggen dat het zakelijke kosten zijn. Dus bijvoorbeeld een bloemist die zijn hele winkel vol wil hangen met voor 30.000 euro aan kunst, die zal dat toch goed moeten kunnen uitleggen. Misschien kan het wel. Nog een voordeel, bij zakelijke kunst aankopen boven de 2600 euro, in 2023 dan, kun je ze meenemen in de KIA, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Leuk woord voor galgje. Daar heb je dus 28% voordeel mee, kun je aftrekken van je winst. Ook leuk. Je kunt kunst natuurlijk ook privé aanschaffen. Dan is de 9% BTW niet verrekenbaar. Maar je kunt het wel weer verrekenen in je box 3. Want kunst van een particulier is vrijgesteld in deze box. Dus mijn antwoord op de vraag is... ja, dat kan. Als je kunst zakelijk koopt, kun je natuurlijk de 9% BTW aftrekken. En je kunt het opnemen in je boekhouding. Vraag het je accountant. Er zijn mogelijkheden genoeg om zakelijk kunst aan te schaffen. En heb je aan het eind van het jaar lekker gedraaid en een hoop winst, schaf dan kunst aan met de KIA-regeling. Leuk voor jou, leuk voor de kunstenaar. Dit schilderij in de achtergrond is net af. Fool's Gold heet die. En het is met bladgoud en bladaluminium, klein beetje. En weer eentje uit de serie Norwegian Wood. De kleuren zijn een beetje lastig. Op video vast te leggen of op foto. Geeft niet. Kunst moet je toch in het echt zien. Niet op video. Gewoon aan je muur. Later.